Een bijzonder nieuw kunstwerk op landgoed Overzingel in Assen. Het portret van Henk van Lielels is in een levende boom gesneden. Nou, dat lijkt wel een beetje op. Kunstpodium Campus initieerde het kunstwerk. Zij vroeg beeldhouwer Gert Senema het portret te maken. En hier komt dan het portret van de heer van Lielels. Zo'n schors, dat is het meest vitale deel van een boom. Ik haal daar nu een stuk uit en dan kom ik op het spindhout. En dan zie je als het ware een inkijkje in de ingewanden van de boom. Landgoed Overzingel was 250 jaar in het bezit van de familie van Lielels. Na het overlijden van Henk van Lielels in 2019 schonken de nabestaanden het landgoed aan Stichting het Drentse Landschap. Het is eigenlijk om Henk van Lielels te eren. Hij heeft hier lang gewoond. Hij was ook de laatste eigenaar van het landgoed. En heeft zich al ingezet om het landgoed te behouden. Je doet het wel recht aan om juist zijn portret hier een soort van vereeuwigen in de bomen. Het Drentse Landschap, dat koos de boom uit. We hebben wel gekeken naar, er staan heel veel historische en waardevolle bomen natuurlijk op dit landgoed. Dat is deze niet. Het is wel een oude boom, hij staat niet in een laan of maakt onderdeel van historische tuinaanleg. Het is echt een hele mooie boom met een hele mooie barst eigenlijk die recht omhoog is gegaan. Wat eigenlijk een canvas geeft voor de kunstenaar. Ja, dat is fantastisch. Ja, heel gezond, heel, heel mooi en de sapstroom. Doordat het nu oktober is, dus die sapstroom die is mooi gestopt, dus hij bloedt niet en er komen geen tranen uit het hout. Dus het is heel mooi rustig en we doen het heel goed met z'n tweeën.